Het is een deel van mijn studie, het laatste traject, echt helemaal zelf in moeten richten. Ja, waar ben je nu mee bezig? Met een dissertatie? Of, ja, dissertatie die ook gepubliceerd gaat worden bij Oxford in New York. En dat gaat alleen over Billy Strayhorn. Dat gaat alleen over Billy Strayhorn? Ja, en, maar daarmee natuurlijk ook over Duke Ellington. Ja. Want je kunt niet over Strayhorn spreken zonder dat je over Ellington spreekt. Vandaag is de hoofdfiguur, omdat hij dus 29 april wordt dat feit herdacht dat hij geboren werd, 100 jaar geleden. Dus daar gaat deze uitzending over. Maar Billy Strayhorn kunnen we niet omheen. Mag ik van jou eens weten waarom je die richting hebt gekozen? Wat is jouw binding met die muziek? Ik wilde heel graag mij verdiepen in jazz en compositie. Nou, dan heb je al Duke Ellington gezegd. Daar begon het eigenlijk mee. Ja. Maar ben je ook iemand die een reuze Ellington-verzameling heeft? En, Inmiddels wel, ja. Dat gaat helemaal vanzelf. Ja. Ja, je begint je te oriënteren en het wordt steeds interessanter en boeiender en veelzijdiger. En van het een komt het ander. Ja, nou, we hebben straks tijd genoeg om uitgebreid over Ellington te praten. Zijn, zijn belang in de muziekgeschiedenis onder meer. Maar we gaan eerst maar eens naar muziek luisteren. Wat gaat er nu gespeeld worden door het orkest? Kan je het even uitleggen? Want het is, volgens mij is het geen nummer als Mood Indigo of zo, maar het is weer een ander genre muziek, hè? Ja, nou, dat is natuurlijk meteen al het interessante aan Ellington, dat het allemaal zo veelzijdig is. Ja. En daarbij ook toch weer zo herkenbaar gelieerd aan dat orkest van hem. En waar we nu naar gaan luisteren is Anatomy of a Murder. Dat is een filmscore die hij samen met Billy Strayhorn heeft geschreven voor een film van Otto Preminger in 1959. En zoals dat vaak gaat met filmscores, het grootste gedeelte dat wordt door de regie eruit gesneden, niet gebruikt. Dus er is ontzettend veel blijven liggen. En dit specifieke arrangement waarin een van de twee centrale muzikale thema's uit de score te horen is, dat is eigenlijk nooit gebruikt. Dus wat dat betreft is het een primeur. Een vondst. Trouwens, alles wat we vandaag horen, geloof ik, is uniek. Hè? Uniek materiaal, laten we dat even vaststellen. Ja, over het algemeen wel. Er zitten ook stukken bij die wel gegaan zijn op zeker moment. Ja. Maar die je eigenlijk ook nooit meer hoort. Maar wat we nu gaan horen is heel uniek. Is nog nooit. Goed, dan gaan we nu luisteren naar de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. Thank you.
de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooijen. Fantastisch. Wat een mooi stuk en wat mooi gespeeld, hè? Ja. Ja, ja, en ik ga jou meteen vragen of je zo vriendelijk wil zijn om even de bandleden aan ons voor te stellen. Met liefde. Even kijken. Ja. De ritmesectie, Rob van Bavel aan de piano. Marius Beets bas. En Erik Ineke slagwerk. Dat is hem. Dan naar de trompetten toe. Ja. Achteraan Mike Booth, Ruud Breuls. Daarnaast Jan Oosthof, is ook onze lead. En Ak van Rooijen, eminence grise van de flugelhorn. Dan naar de trombones. Dat is Hans-Jurg Fink. In het midden Ilja Rijngoud, sectieleider vandaag. En Bart Lust daarnaast. En dan voor naar de saxen zien we Toon Roos, John Rocco, tenor en klarinet, Albert Beltman, lead, alt en ook artistiek leider van het orkest. Hans Smeidam, tweede alt en Niels van Haften, bariton en basklarinet. En dat is... En het hele orkest, behalve natuurlijk... Jerry, die er heel bescheiden in een hoekje zit, mijn goede vriend. Ja, daar is hij. Veel te bescheiden, Jerry van Rooijen. Ja. De andere eminence grise van de jazz. Ja, nou, we gaan het nou hebben over Ellington. Allereerst even over dit stuk. Vooral dat middendeel, dan hoor je volgens mij... maar jij kan het beter constateren dan ik... dat hij ook naar de eigen tijdse muziek wel heeft geluisterd, moet hebben geluisterd. Ja, ja. Zowel Ellington als Strayhorn die waren op de hoogte. En of ze zich daar echt heel bewust mee bezig hielden, weet ik niet, maar ze kwamen er wel op uit. Ze kwamen er wel op uit. Die muziek die ontwikkelde zich altijd. En dat is ook wat het zo spannend maakt, dat Ellington was een echte avonturier. Ja. Hij ging altijd weer op zoek naar iets nieuws en altijd weer... verlegde hij zijn eigen grenzen en stelde zich nooit tevreden met wat hij al kon... maar ging op zoek naar wat nog te veroveren viel. We zitten, Walter, aan het eind van de eeuw, het begin van het nieuw millennium... en er wordt heel vaak gesproken over welke componisten nou in deze eeuw heel belangrijk waren... richtinggevend, nou, ik noem maar Bartok, Ravel, te veel om op te noemen. Wat is de betekenis van Ellington geweest in... deze eeuw? Waar lag die betekenis nou? Ja, ik vind de betekenis van een componist in eerste instantie... of die goede muziek heeft gemaakt. En dat heeft Ellington natuurlijk echt non-stop gedaan. Het was een groot componist, een groot arrangeur. En niet te vergeten een heel groot bandleider. Dus hij bracht dat allemaal samen en wist dat allemaal ook nog eens een keer... over te zetten op een orkest, een uniek orkest. Het orkest van Duke Ellington dat 50 jaar lang gedraaid heeft. En ik geloof de tweede saxofoonsectie 27 jaar met elkaar gespeeld heeft. Nou, dat zijn waanzinnig onvoorstelbare situaties. En niet zo nu en dan eens, maar zoals Ellington zelf altijd zei... dit orkest gaat nooit met vakantie. En dat was ook zo. Ze speelden op eerste kerstdag, ze speelden op oudjaarsavond... op zijn verjaardag, het maakte niet uit. Ze waren altijd onderweg en altijd aan het werk. En dat is natuurlijk ook een manier om een bijzonder orkest te smeden. Ellington was daarin de spin in het web. Dus niet alleen dat componeren en dat arrangeren... maar ook dat orkest bij elkaar houden en dat zakelijk allemaal voor elkaar krijgen. Maar dat was ook nog een zakenman daarnaast. Hè? Ja, in ieder geval iemand die dat met ontzettend veel flair voor elkaar kreeg. Dat is echt... En daarvan de laatste 30 jaar in een wereld die helemaal niet meer op big bands zat te wachten. Dat is natuurlijk waar, Dat was na 1945 eigenlijk over. En je ziet dat al die orkesten die kwamen in de problemen. Voor Ellington werd het ook moeilijk. Maar hij wist op de goede momenten wist hij in een soort winterslaap te gaan. En om er daarna weer als overwinnaar uit te komen. Ja, want hij heeft tot het laatst toe heeft hij die band geleid. Hè? En dan betaalde hij het wel uit eigen zak als dat nodig was. Ja, ja, en dat... dat is een soort visie wat hij had als orkestleider, wat je zelden ziet. Ik denk dat het juist die combinatie van al die talenten is geweest die Ellington tot een groot componist... Is er een beetje een schatting te maken hoe groot zijn oeuvre eigenlijk is?
Als ja, je het bent is... met opusnummers kom je er niet, denk nee, ik. Nee, het is lastig. Ik vind het ook altijd niet zo heel veel zeggen. Hij heeft heel veel geschreven, ongetwijfeld over de 1000 stukken. Maar het zijn de Olympische Spelen niet, zeg ik wel eens. Nee. Het gaat erom, hoe zit het met de kwaliteit? Al had hij maar 10 stukken van hoge kwaliteit geschreven, dan was dat al genoeg geweest. Maar het is natuurlijk veel. Hij was altijd bezig met nieuwe... Maar het zegt iets over die man, dat hij toch altijd maar aan het schrijven was. Altijd. Tot de laatste snik toe. Ja, dus niet te stuiten. Ja. Je had het ook over die genres, hè, waar hij... want hij heeft zich niet beperkt tot het genre, en laat ik nu maar even zeggen, 1 stuk, hè, van 3 minuten. Maar hij heeft veel meer gedaan. Niet alleen die jazzstukken geschreven, maar... Hij bewoog zich op meer gebieden. Dat wilde hij ook wel. Ja, hij was ook helemaal niet gelukkig met de kwalificatie jazz. Hij vond dat een veel te nauwe omschrijving van zijn muziek was. En ik denk dat ook terecht is. Schiet me nu te binnen dat het misschien juist wel zo bijzonder is dat hij in al die genres bezig was. Maar vermomd als big band leider. Dat is het interessante ervan. Dat hij dus ook dat publiek wist aan te spreken en ondertussen de meest waanzinnige dingen deed. Ja. Hij schreef werken met veel grotere dimensies dan met 3 grotere minuten. Bezettingen ook. Hè? Is wel gebeurd. Hij heeft ook wel met symfoniebezettingen en zo gewerkt, maar het draaide toch voornamelijk om zijn orkest. En daar vind ik hem ook het sterkst. Dat is voor mij toch de essentie van Ellington. Ja, dus het werken met zo'n bezetting en dat soms eens een beetje uitbreiden, maar hij was toch echt de man die... Ja, het knappe is natuurlijk dat hij dat orkest als elke mogelijke andere bezetting kon laten klinken. Maar heeft hij nou een beetje dezelfde manier van schrijven gehanteerd, ook als hij met die andere genre, met religieuze muziek bezig was, of met filmmuziek, wat we net hebben gehoord? Ja, het bleef toch altijd onmiskenbaar, Ellington. En ik denk dat juist het bijzondere is. Dat je als je je in zoveel stijlen kunt bewegen, zoveel genres kunt bewegen, van filmmuziek tot kerkmuziek, tot dansmuziek, en dan toch altijd die eigenheid weet vast te houden. Ik denk dat een groot componist tekent. Ja, en een duidelijke ontwikkeling in zijn manier van schrijven natuurlijk. Hè. Hij gaat wat dat betreft met zijn tijd mee. Als je dus nu het laatste stuk hoorde en zijn latere stukken. Ja. Ja, dan denk je, nou ja, er zitten zoveel invloeden in van de hele hedendaagse muziekgeschiedenis. Ja, het is echt een wereld van verschil als je die oudste stukken uit zijn Cotton Club tijd hoort en dan de stukken die in de jaren 60 hoort. En nogmaals, herkenbaar Ellington, maar hij heeft zich zo ontwikkeld. Terwijl hij natuurlijk ook best hetzelfde kunstje had kunnen blijven vertonen. En daar had hij ook succes mee kunnen hebben. Ja. En nogmaals, visie, altijd vooruitkijken, altijd verder gaan. De bandleider, hè? Hij was de onbetwiste bandleider jarenlang. Misschien is het leuk om even naar hem te kijken als bandleider. Uh-huh. Daar komt hij. Een uniek filmpje, geloof ik. Jij kan me zeggen waarom het zo uniek is. Het moet nu komen. Ja, de techniek laat op zich wachten. Maar weet je wat we gaan zien? We gaan een stukje zien uit de Notenkrakersuite, als je het dan over verschillende genres hebt. Ellington en Strayhorn hebben ook de Notenkraker van Tchaikovsky en later de Peer-Gynt-suite van Edvard Grieg gearrangeerd. Fantastisch. En dit is bij mijn weten een van de weinige opnames daarvan uit de studio. Ja. Het is op plaat gezet. Nou, wat leuk is, ik weet niet of het nu kan komen. Ja, daar komt het. Nou, laten we eerst maar gaan kijken. Thank you.
Ja, fantastisch is zo'n filmpje. Ja, en je ziet hoe die band aanvuurt, hè? Ja, ja. Hij houdt het echt... Houdt het echt bij elkaar, ja, het is echt... Denk je dat dat hij als dirigent ook voor grotere orkesten een geslaagd dirigent was geweest? Weet ik niet. Ik denk dat hij was ook niet een dirigent in die klassieke zin. Het was natuurlijk een fantastische bandleider. En ja. Dat was ook wat hij wilde. Nou ja, hij dirigeerde vooral van achter de piano en ook met zijn piano. Er waren bepaalde... akkoorden die hij kon aanslaan, waardoor het orkest meteen wist hoe laat of dat het was en wat er ging gebeuren. Gewoon afspraakjes onderling. Ja, dat communiceerde hij op die manier. Ja. Dus in de zin van ervoor gaan staan, dit is ook toch iets meer gedaan vanuit het idee dat het opgenomen werd. Ja, duidelijk. Dat zie je ook. Een soort zelfbewustheid zit er wel in. Ja. En, maar dat was natuurlijk ook weer een van zijn kwaliteiten. Hij wist ook dat aspect te bespelen. Fantastisch, ja. Tot laatst toe, hè, want ik heb een van zijn laatste concerten mogen meemaken. Het is werkelijk zoals hij dan toch nog als een... Ja, hij is er met een uitstraling van heb ik jou daar. Hè? Absoluut, ja. Ja. In sociaal opzicht, wat heeft die betekend... Dat wil zeggen, dus in de hele sociale cultuur in Amerika. Heeft hij daar wel een rol in gespeeld? Of heeft hij zich daar buiten gehouden? Nee, ik denk dat misschien wel, zeker vanuit een Amerikaans perspectief, een van zijn grote verdiensten, misschien wel zijn grootste verdiensten is geweest, sociaal gezien, afgezien van zijn muziek, is dat hij altijd heel bewust zijn afkomst, zwarte Amerikaan, heeft uitgedragen. En dat zie je vanaf het begin af aan in de titels van zijn stukken. Black Beauty, Harlem, Black, Brown and Beige, A Tone Parallel to the History of the American Negro. Hij was daar altijd heel erg duidelijk in waarin die stond. En dat was in een tijd dat het soms helemaal niet zo... misschien verstandiger was om daar niet de nadruk op te leggen. En er was niet iemand die op de barricade stond, maar hij was... Ja, dat was... essentieel onderdeel van zijn persoon en waar hij mee bezig was. En dat was volslagen duidelijk. Maar hoe ging dat tegenover de blanke kant van de Amerikaanse samenleving? Had hij daar begrip voor of heeft hij die proberen te benaderen? Hoe ging dat? Ja, ik denk dat hij wat dat betreft ook met grote virtuositeit die grenzen tegelijkertijd ontkende en oversteeg. Want muziek is voor iedereen. Ja, duidelijk. Dat is natuurlijk ook. Dat is ook zo. En dat heeft hij heel duidelijk uitgedragen. En dus, zoals ik zeg, het was niet iemand die op de barricade stond en die de boel radicaliseerde. Integendeel, maar hij wist juist over die grenzen heen te gaan en dat op te zoeken. En dat deed hij ook weer met zoveel flair en charisma. En dat, het is knap hoor. Ja. We moeten het nog even hebben over, want dat sociale aspect, dat moet genoemd zijn. Over de manier waarop hij zijn partituren in elkaar zette. Want hij schreef echt op die bandleden, hè? Ja. Op de kwaliteit van die mensen, denk ik. Ja, dat is het bijzondere van zijn orkest, is dat het een verzameling grote individuen was. Hij koos ze op hun... individuele kwaliteiten, maar hij zocht helemaal niet naar het vermengen daarvan, maar juist naar het benadrukken van die individualiteit. Dat staat eigenlijk haaks op de big band traditie, waarin juist vaak de trompetsectie als één man moet klinken en de trombonesectie als één man. En bij hem moest het juist helemaal niet als één man klinken. Nee, ze konden het wel, maar hij benadrukte juist die individuele klank. Ja, nou, ik heb gisteren nog eens wat oude platen van me tevoorschijn gehaald. Ook de oudere, en zo'n beetje er doorheen gesjeest. En dan denk ik, er zit toch een hele unieke klank in dat orkest. Ondanks al het feit dat het voor individuen geschreven is. Dat heeft hij toch bereikt? Ja, dat is Hoe dan, deed hij dat dan? Dat is dan toch weer de Ellington-klank natuurlijk. Het is altijd herkenbaar. Ellington, ja, dat is je eigen stempel dat je erop drukt. Ja. En dat komt er zelfs uit als je met een ander orkest gaat spelen. Dat is de optelling van het geheel geweest, mag ik wel zeggen. Van duidelijk al die... meer dan de som der delen, veel meer dan de som der delen. Ja. Ja. Hoe was de verstandhouding met de orkestleden? Heel wisselend. Ja, het is moeilijk om een orkest dat 50 jaar lang bestaan heeft en waar natuurlijk honderden muzici hebben gezeten,
Om daar maar een paar hebben eindigen, paraplu, zoals Hodges. Ja, dat is toch, ja. Hoe lang heeft hij al niet meegespeeld? Ja, nou ja, er was een... Met een aantal muzici was er natuurlijk toch een soort haat-liefdeverhouding. Ze hadden elkaar hard nodig. Maar ja, er passeerde ook het nodige. Ik noem nou de naam John Hodges, maar voor mensen die het niet weten, dat is dus de ultieme alt uit het orkest met die schitterende klank. Maar hoe was de verhouding tussen bijvoorbeeld zo'n ster, want het was Hodges, ja, toch? Ja, zoals, en Ellington? Zoals ik het begrijp, zat daar toch de nodige spanning in. Ze gingen lang terug met elkaar. Ze hadden heel wat meegemaakt. En er was natuurlijk altijd gesteggel over geld en over royalties en dergelijke. En Hodges beweerde wel eens dat Ellington ideetjes van hem gepikt had en daar dan stukken van had gemaakt. En misschien is dat ook wel zo, maar Ellington had dat stuk geschreven en niet Hodges. Nee. En ja, ze hadden elkaar toch eigenlijk ook heel hard nodig. Hodges heeft 5 jaar... ongeveer heeft hij het solo geprobeerd. En toen is hij toch weer teruggekeerd in de schoot van het Ellington Orkest. Ja, dat zegt heel veel. En daar kwam hij toch in mijn ogen beter tot zijn recht dan waar dan ook. En dat gold voor heel veel van die mensen. Ja. Ze hebben nooit beter gespeeld dan in het orkest van Ellington. En dat zeiden ze zelf ook vaak achteraf. Zullen we eens naar muziek gaan luisteren, Walter? Ja, jij weet wat er komt? Ik ook wel een beetje, maar ja, jij mag het nu zeggen. Natuurlijk een van de stukken waar Ellington geschiedenis mee schreef, Mood Indigo. Alleen nu in een later arrangement, dat hij overigens samen met Strayhorn heeft gemaakt. En wij hebben voor de uitzending enige coupures in moeten maken. Toch nog? Want ja, hoe lang is het stuk echt? Het is al 12 minuten, maar we hebben er toch nog wat uit moeten halen. En dat komt ook omdat we er ondeugend ook een paar stukken bij hebben gedaan die nooit op de plaats zijn gekomen. Dus we horen weer een paar unieke momenten. Absoluut. Nou, ja. Voor de tweede keer is hier het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. Thank you.
Ja, en wat was het weer genieten geblazen bij de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. Ja, een heel uur aan Ellington besteden we. En naast het orkest hebben we hier ook muzikoloog Walter van der Leur. Dag Walter, heerlijk genieten was het. Ja, weet je wat zo leuk is? Hoewel we even één ding moeten zeggen, dat gaan we vast vergeten. Ik heb hier een e-mail zal het wel zijn. En daar is op te lezen dat Ellington de Pulitzerprijs 1999 krijgt. Ja. Dus een beetje laat. Maar beetje laat. Hij maar beter laat dan nooit, kan je zeggen. Ja, hij heeft hem in 66, geloof ik, juist niet gekregen. Toen is er ook flinke narigheid over uitgebroken. Toen sprak hij ook de historische woorden dat het lot hem gunstig gezind was, want het wilde niet dat hij te jong, te beroemd zou worden. Toen was hij al bijna 70. Ieder ander was al met pensioen gegaan. En, ja, maar ja. Nu, ja, het is postuum, ja, maar toch. Nou ja, het tekent in ieder geval wel dat er geleidelijk aan in met name de Verenigde Staten toch een besef begint te groeien dat misschien men een klein beetje slordig met zijn eigen erfgoed omspringt. Weet je wat zo leuk was er straks, toen het stuk speelde? Want wij zaten een beetje te quizzen, hè, samen. Uh-huh. Ik zei, wat is nou Strayhorn? En jij hoort het beter dan ik. En wat is Ellington erin? Uh-huh. En toen zei je, nee. Ik zei, nu is het weer Ellington. Toen zei je, nee, niet. Nou, dan moeten we toch, we kunnen niet om Strayhorn heen. Je bent al een tijd met het orkest, met de Jazz Orchestra bezig. En de neerslag is ook in een Portrait of a Silk Thread. Uh-huh. Dat zijn nieuwe stukken van Billy Strayhorn. Die worden ook door dit orkest onder leiding van Jerry gespeeld. Strayhorn, we moeten hem nu noemen. Je ziet al, in zo'n stuk komen ze samen. En, wat is het belang van Strayhorn geweest in het geheel, in die Ellington-periode? Nou, ook weer het eerste belang is dat hij fantastische muziek heeft gemaakt. Dat maakt iemand belangrijk. Ja. Ook een groot componist. Maar ook een duidelijk herkenbaar. Want nu ben ik heel benieuwd, waar is hij nou herkenbaar? Want ik sloeg de plank mis. Ik had dit stuk nog nooit gehoord. Ja. En toen zei je, nee, dit is... Mm-hmm. Eén keer hoorde ik dat Strayhorn was, later het weer niet. Ja. Waar is hij nou duidelijk herkenbaar? Ja. Ja, ik zou bijna zeggen, lees mijn boek als het straks uitkomt. Dat lost al je vragen. Wanneer komt het uit? Ik weet het niet. Ik hoop volgend jaar. Het is nog onder de uitgever. We zijn er nog hard mee bezig. Maar kan je daar desondanks even iets over zeggen? Ja, ik wil een tipje van de sluier oplichten. Hij heeft toch een heel andere manier van schrijven. En om dat nou in woorden te vangen, is niet zo makkelijk. Ik noem het altijd maar een ander soortelijk geluid. Het is... wat in ieder geval... Is het lyrischer? Ellington is ook heel lyrisch. Ik vind Ellington... Zit het in de harmonieën? Ja, daar kunt u in ieder geval zoeken. Strayhorn heeft toch een heel andere harmonische taal eigenlijk. En het gaat voor een deel terug op het Frans impressionisme. Dat is een belangrijke inspiratiebron voor hem geweest. Debussy en Ravel. Als je dat soort klankkleuren hoort, dan weet je al vrij zeker... bij wie je zit. Hoewel Ellington natuurlijk ook goed luisterde. Dus. Ja, maar het kan natuurlijk dat Ellington daar minder mee had. Ik bedoel, hij kan... In ieder geval had Strayhorn daar overduidelijk wel iets mee. En daar kun je het in zien. Het zijn vaak ook vormaspecten die natuurlijk niet zo 1, 2, 3 te horen zijn. Daar moet je echt naar gaan zoeken. Strayhorn is toch ook weer vanuit een klassieker perspectief toch meer geneigd om... grotere bogen te schrijven. En Ellington is dan toch veel meer iemand die collage- en contrasttechnieken gebruikt. Ja. Wat in zo'n stuk toch niet zo heel erg hoorbaar is, omdat ze met z'n tweeën aan de gang zijn geweest. En dan krijg je dus al dat je blokken naast elkaar krijgt. Hoe communiceerden ze dan? Lieten ze elkaar de partituren zien? Of hoe werkte dat? Ja, nou, misschien zit er wel een moment om even naar zo'n partituurtje te kijken. Ja, oké. Okay. Laten we het maar eens even doen. Stel ik zomaar even voor. Dat zijn... Waar komen die vandaan? Dit is een fotocopie van een origineel partituur. Ik neem aan dat je die niet meekrijgt uit Amerika. Nee, die krijg ik helaas niet. Ik zou er graag een paar aan mijn muur hangen. In werkelijkheid zijn ze dus ook groter. Het is verkleind. Handschrift van Duke Ellington. Het is een hele luxe partituur, want er staat een goede titel op. We kunnen dus zo meteen al zien welk stuk het is. En het heeft zelfs een
boeknummer, dus als Ellington Riep. Ja, zullen we even zo, oh, dat is te zien. Ja. Kijk aan. Als Ellington Riep, we spelen nummer 17, dan wisten de jongens dat het Rocks in My Bed was in dit geval. Ja. En je ziet meteen al het on the man writing, het op de man schrijven, want er staat bij dat bovenste lijntje staat rap solo. En rap, dat is de afkorting van Rabbit, en Rabbit was de bijnaam van Johnny Hodges. Dus we weten nu dat Johnny Hodges daar de solist is. Rabbit die had daar de solo. Ja. Rabbit moest soleren. Ja, het ziet er ook een beetje leeg uit eigenlijk. Hè? Tenminste leeg. Een partituur is toch altijd een heel ingewikkelde toestand. Ja, nou, het is muzieksteno. Alles staat erin, maar je moet wel een vertaalslag maken om Hoe was het nou met Strayhorn? Schreef hij op dezelfde manier? Ja, het ziet er op dezelfde manier uit. Toch? Ja, grappig, want dat deed hij eigenlijk al toen hij Ellington nog helemaal niet kende. Het is in feite een hele voor de hand liggende... Passen ze prima bij elkaar. Ja, voor de hand liggende manier om snel met een minimum gebruik van potlood en papier een stuk voor het orkest te schrijven. Maar uit dat papier, en dat is nou het aardige, sprak een hele andere muzikale taal. Dat wil zeggen de taal van Ellington en de taal van Strayhorn. Nou moeten we even de taal van Strayhorn beluisteren. Vind je het goed? Ja, lijkt me. Dat kunnen we doen, hè? Want het orkest staat al klaar. Om even, wat gaan we horen? We gaan, nadat we Mood Indigo hebben gehoord, horen we nu Flame Indigo. Het is een stukje wat Strayhorn geschreven heeft voor Jump for Joy. Het is ook weer, ze spelen maar één chorus voor ons om het idee te geven. Maar hoor je meteen duidelijk Strayhorn? Ik vind van wel, ja. Oké, nou, dat moeten we thuis ook maar en ik ook. Muziek van Billy Strayhorn. Ja, nog even iets over de samenwerking tussen jou en dit unieke orkest. Mm-hmm. Muzikoloog met zo'n orkest samen is een leuke combinatie. Ja, zeker voor de muzikoloog is dat een leuke combinatie. Ja. Die kan zijn geluk niet op. Ja, het bijzondere van de Dutch Jazz Orchestra is dat zij zich vol overgave in het oeuvre van Strayhorn hebben gestort. Ja. En inmiddels ook met Ellington bezig zijn. Maar wat zo leuk is, zo belangrijk vind ik, is dat ze dat doen zonder zichzelf daarbij te vergeten. Dus het orkest speelt als het Dutch Jazz Orchestra. Ja. En gaat vanuit die visie met die muziek om. Dus het is niet een ghost band, zoals ze dat noemen. We gaan niet proberen om dat onnavolgbare orkest van Ellington te dan gaan zitten. Dan kom je in de richtingenstrijd terecht. Ja, dus is want, een kijk, soort van richtingenstrijd. Nou ja, maar zoals je het natuurlijk, dat weet jij als muzikoloog ook, zoals je dus de strijd hebt tussen de authentieke concertpraktijk en zeggen, ja, Horace Mozart, dat was een andere tijd. We doen het nu met een groter orkest. Ja. Geldt dat ook een beetje hier? Ja. Al is het nu veel recenter allemaal. Ja, nou, er is een neiging om te werken vanaf plaattranscripties. En dan wordt dus werkelijk alles wat op de plaat staat, wordt
opgeschreven. En dan krijgen de jongens uitgeschreven solo's, uitgeschreven drumpartijen. En dan is de gedachte toch van, we gaan het precies zo doen zoals dat orkest van Ellington het deed. Dan krijg je toch altijd een weinig bevredigend aftreksel. Dit orkest speelt het gewoon met een moderne kijk op die stukken. En probeert op die manier ook te laten zien dat die muziek vandaag ook nog geldigheid heeft. En bovendien in deze tijd natuurlijk, Walter, moeten we niet vergeten dat alles... Kijk maar naar de platen die ik heb meegenomen. Alles staat op plaat, dus waarom moeten we het nog een keertje... Nou ja, dat is dat vind ik. Ik denk dat als we Ellington willen horen, dan zetten we die platen op. En dit heeft natuurlijk een toegevoegde waarde om die muziek live te horen. Maar dan wel vanuit een moderne opvatting. Ja. De muzici zichzelf laten zijn en niet in de huid van een ander kruipen. Ze mogen wel weten wie die ander is en wie zijn stoel ze zitten. Maar daarna moeten ze vooral op hun eigen wijze spelen. Walter, ik dank je nu al voor je aanwezigheid. Je hebt nog 3/4 minuut om te zeggen waar we naar gaan luisteren. En daarna ga ik nog eventjes zeggen wat er nog allemaal te beleven valt op dit Ellington-gebied. Heel passend, het derde deel uit de Newport Jazz Festival Suite 1956. Omdat Ellington toen met zijn orkest weer als overwinnaar tevoorschijn kwam. En altijd zei, I was born at the Newport Jazz Festival. Newport up. Dat is Jazz Orchestra onder leiding van Jerry Verrooy. Ja, en dan, u wilt natuurlijk weten waar het orkest te beluisteren is wel. 29 april, want dan is de verjaardag van Duke Ellington. U hoort dan in Den Haag, en het concert begint laat om 11:30... een heerlijke jazznacht met het Duke's Birthday Concert. Michiel Borslap hoort u met zijn ensemble. De Big Band van het Koninklijke Conservatorium en het Dutch Jazz Orchestra. Ik wijs u ook nog even op de matinée van aanstaande zaterdag in het Concertgebouw om 3:00. Daar spelen de Houdini's en die worden aangevuld met leden van het Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Dat begint om 3:00. Er is ook op de radio nog het een en ander te beleven. De concertzender op dinsdagavond is een avond waar u de pianist Ellington kan horen, want er zijn nog aardig wat opnames, Walter, waar je hem solo hoort spelen. En dan hoor je hoe een bijzondere pianist het was. En daarna gaat het programma voort met allerlei mooie historische opnames. Dat is ongeveer allemaal wat te beleven is. Ja, ik wil het orkest danken, Jerry van Rooyen danken en ik wil Walter van der Leur danken voor je aanwezigheid. We gaan heerlijk achteroverleunen. Het woord is aan Duke Ellington.